Methane. U heeft zich ongetwijfeld nog nooit zo veilig gevoeld op uw eigen werkplek als een deze dagen. Hoe bedoelt u? Nou, ik zag raadsleden allerlei cursussen volgen, AED, revalidatie, reanimatie. Ze kunnen het allemaal, begrijp ik, op dit moment. Ik heb er niet eens bij stilgestaan, maar het geeft zeker een veilig gevoel. Ja, ja, uiteraard is dat ook wel een verplichting voor onze organisatie en ook voor ambtenaren. Dus ik heb nooit twijfel gehad. Nee, het wordt alleen nog maar beter. Door de prachtige tafereel met van die poppen in de raadzaal en de raadsleden op hun knieën ernaast. Ik denk dat dat één keer en nooit weer is. Ik had er eigenlijk bij moeten zijn om een foto te maken. Ik heb nu al spijt, ja. Maar goed. Ja, en op Twitter en Facebook was het... Oké, u heeft het al geregeld. Dus we hebben allemaal gezien. Goed, nee, zonder gekheid. Ook nog niet zo lang geleden werd het artikel 1 uit grondwet onthuld in de hal van het stadhuis. Kunt u nog even kort uitleggen waarom dat ook alweer was? Artikel 1, zoals iedereen denkt weet, wordt vaak omschreven als het non-discriminatiebepaling. Hè. Gelijke gevallen moeten ook gelijk behandeld worden. En een gemeente, een overheid, staat daar natuurlijk helemaal voor. Dus op initiatief van de gemeenteraad, Cilia Dames, raadslid voorop, is bedacht van laten we op een hele centrale plaats, waar heel veel mensen komen die als het stadhuis bezoeken altijd langs moeten, die tekst ook laten zien. Ja. En dat is natuurlijk bij de receptie. En dat hebben we gedaan bij gelegenheid van de Indaleslezing. Precies. Neem me nog even denken aan waar we het hier aan tafel al eerder over hebben gehad. Dat Geert Wilders nog contact gezocht had met u. Is dat nogal gebeurd inmiddels? Of, Nee. Ik heb niks van hem gehoord. Nog mondeling, nog schriftelijk, nog via de welbekende wandelgangen. Dus ik blijf wachten. Het is nog geen 15 maart, want voor de verkiezingen zou wel mooi zijn als de reactie komt. Maar we wachten maar af. Ja. Maar goed, die gelijkheid waar we het over hebben, dat is iets wat natuurlijk al jarenlang speelt. Juist nu komt dat, hè, het kwam inderdaad vanuit de raad zelf, maar juist nu hangt dat symbool daar. Waarom juist nu? Ja, kijk, elk moment is goed om het te doen. Het is altijd lastig te zeggen waarom nu en niet eerder of niet later. Kijk, de discussie over hoe we mensen behandelen en hoe je gelijkheid bevordert, die is er al eeuwen geweest. Die is er de afgelopen jaren geweest, die is er nu en die zal er ook in de toekomst zijn. En zo'n tekst kan in ieder geval wel helpen als een symbool. En het hele leven hangt samen van symbolen tenslotte. Door mensen op een mooie, maar ook hele directe manier eigenlijk letterlijk met de neus erop te drukken. Want ik denk dat de meeste Nederlanders het net zullen hebben zoals ik ook had. Van je weet wel wat de strekking van artikel 1, maar je staat er onvoldoende bij stil totdat je een keer geconfronteerd wordt met gevallen van ongelijkheid of bijvoorbeeld zo'n tekst. Ja. Ik heb ook bij de onthulling gezegd, ik hoop eigenlijk dat als iemand daar komt en die ziet de tekst, dat die gelijk in discussie gaat met iemand bij de receptie van waarom hangt het hier? Want dan hebben we ons doel eigenlijk alweer bereikt. Hè? Dan krijgen we het gesprek op gang en ik geloof er sterk in dat door gesprek met vragen die je stelt, dat het begin is van elkaar te erkennen in elke waarde die elke mens heeft. En eigenlijk is dat de basis van dat artikel 1. Is dat symboolpolitiek of is dat toch wel echt actueel? Moeten we het ook... Ja, kijk, het is beide. Hè? Kijk, politiek, het leven hangt samen van symbolen. Door één symbool, door één zo'n tekst in zo'n hal, kun je vaak veel meer duidelijk maken dan bij wijze van spreken de grondwet op alle scholen nu verplicht te gaan verspreiden. Ik ben ervan overtuigd, als je dat laatste zou doen, dat het effect niet groter zou zijn dan nu zo'n tekst hier in de hal. We gaan het trouwens ook in de stadswinkel doen. Okay. Want daar komen natuurlijk nog veel meer mensen langs, hè, voor een paspoort of vragen over een uitkering. Dus dan wordt het bereik nog groter. En nogmaals, al zijn er maar een paar mensen elke dag die in het denken gezet worden, dan heb je al veel meer bereikt dan een verplichte cursus over artikel 1 van de grondwet. Alles is meegenomen, zegt u. Zo'n symbool kan een grotere uitstraling hebben. En ik denk dat het ook zal zijn dan heel gericht op een klassikale manier mensen daarin onderwijzen. Dat laatste is ook goed hoor, voor de overige. Maar dit kan er heel mooi aan bijdragen. Ik begrijp dat dit een tijdelijke opstelling is. Hoe gaat het definitieve eruit zien? Nou, wel in dezelfde stijl, maar die wordt wat mooier gemaakt, wat duurzamer, hè, wat steviger. We hebben nu eigenlijk min of meer met letters op een glaswand gedaan. Dat was omdat we wilden dat bij gelegenheid van de Indaleslezing, die tenslotte gewijd is aan artikel 1 van de grondwet, het al zichtbaar zou zijn. En nu de komende weken wordt het dan echt mooi gemaakt. Ja. Heel even kort over die Indaleslening. Dat is een jaarlijks terugkerend iets. Wat is ook weer het doel daarvan, van zo'n bijeenkomst? Eigenlijk ook artikel 1 van de grondwet, dus opkomen tegen discriminatie en opkomen voor gelijkheid
tentoonspreiden. Er wordt een prijs uitgereikt hè, aan een organisatie of een persoon die in dat thema goede diensten heeft gedaan. Maar er wordt ook elk jaar door een min of meer bekende Nederlander een lezing gehouden, waarbij de spreker naar eigen inzicht kan ingaan op artikel 1. Dit jaar was het de bekende strafrechtadvocaat Spong die het mocht doen. Mooie traditie wat u betreft? Zeker. Ja. Ik vond het was hartstikke druk. Ja, het was inspirerend. Het roept op tot nadenken. En zeker zo'n spreker als Spong, die is niet verlegen als ik het zomaar uitdruk. Die heeft wat sterke opvattingen, ook al ben je het er niet altijd mee eens. En ik weet ook uit eerdere lezingen. Dit is gewoon een hele goede traditie. En na 20 keer mag je ook wel spreken van een traditie. En het houdt goed stand. Dus ook hulde aan de organisatoren. Want ik weet uit eigen ervaring dat als je iets wil organiseren, de eerste keer heb je heel veel enthousiasme, maar om het 20 keer en verder vol te houden, dan moet je meer hebben dan alleen enthousiasme. Dan moet je echt overtuigd hebben en goed georganiseerd zijn. En dat is me. Het was heel druk, zegt u. Het was ook druk op de kerstborrel van de politie, om dat bruggetje even te maken. Ja, de collega's van de Gelderlander schreven er groots over. Wat is er nou precies gebeurd? Ik ben er zelf niet bij geweest, maar wat ik heb begrepen, uiteindelijk is er door een team, het team, basisteam Noord, wat over gaat. Die hebben in de aanloop naar het oude opnieuw, de kerst, buitendiensttijd in een café samen wat gedronken in Burger. En er zijn geloof ik een tweetal politiecollega's die konden niets goed tegen, die hebben moeten overgeven. That's it. En dat was een groot verhaal in de krant. Ik vind het echt complete onzin. Ik moet u zeggen, ik ben zelf vrij puriteins waar het gaat om het gebruik van drank. Dat weten mensen. Mij zult u behalve als ik een keer plichtmatig een glas met bubbels moet heffen, omdat er iets geopend wordt, nooit met alcohol zien. Ik gebruik het ook niet of nauwelijks. Ik drink eens een glaasje thuis. Ik zal ook niet snel, omdat ik heel goed snap dat bij het ambt van burgemeester hoor, me een bepaalde gelegenheden laten zien, omdat er altijd misbruik voor gebruikt kan worden of rare verhalen voor rondgaan. Maar zelfs ik, de puritein Hubert Bruls, zeg: wat een flauwekul. Het zegt meer over de koers van de krant en misschien in het tijdgewicht waar we leven dan wat daar gebeurt. Dus als ik dit letterlijk moet nemen, dan kan niemand in deze stad meer bedrijfsborrelen organiseren uit vrees dat iemand daar niet tegen het wijntje of het biertje kan. Laten we nou ook een beetje relaxed met elkaar omgaan. Ik ben in staat om dit jaar, als er ongetwijfeld weer een leuke afsluiting van het jaar komt, zelf vooraan met jullie kamer erbij te gaan staan. Ik heb dan overigens wel een glas water in. Nou, dat zal zijn. Maar groot verhaal en verder niks dus? Echt niet. Oké, goed. Belangrijker nieuws misschien dan dat onlangs in het belastingkantoor de eerste inwoners gevestigd zijn. Omgebouwd nu om statushouders te huisvesten. Kunt u eens uitleggen hoe dat ook weer tot stand gekomen is, die beslissing en wat er nu staat? Nou, dit is een goed voorbeeld van hoe je ziet hoe de vluchtelingenopvang en stroom in Nederland in een jaar tijd, wat zeg ik, in een half jaar tijd, compleet veranderd werd. Het plan om een belastingkantoor voor 500 mensen een noodopvang te openen kwam natuurlijk van voor de zomer, toen we nog met behoorlijk grote groepen mensen werden geconfronteerd die in Nederland een plek in de herberg zoeken. Nou, wij hadden natuurlijk een heubensoort een grote opvang en we hebben als Nijmegen ook gezegd, we willen ook voor de wat langere termijn ons deel blijven leveren. Gedurende de zomer bleek echt dat die toestroom van vluchtelingen behoorlijk een dalen is en die daalt nog steeds. Wat we hebben afgesproken met de Rijksoverheid is dat over 2 jaar, eigenlijk nog 1,5 jaar van dit moment, zal het gebouw gebruikt worden, bijvoorbeeld voor statushouders, maar ook anderen. Het kan ook studentenhuisvesting zijn of mensen met bepaalde zorgbehoeften. Kortom, gemiddeld wonen mogelijk is. En in de tussentijd kan het gebruikt worden voor vluchtelingen die nog wachten op hun vergunning om hier te blijven. Dus eigenlijk een soort voorportaal van een asielzoekerscentrum. Ja. Wat nu dus gaat gebeuren is dat er plaats is voor 300 van die mensen die een plek moeten krijgen. Maar onze verwachting is dat zeker in de eerste tijd die 300 plaatsen zeker niet helemaal gevuld zullen zijn. U moet nou niet denken dat gelijk 300 mensen in één keer binnen komen. Dat heeft alles te maken dat de vluchtelingenstromen fors gedaald is. En zo zie je maar hoe in een half jaar tijd die verwachtingen heel erg omlaag kunnen gaan. Het omgekeerde kan dus ook waar zijn. Hè? Over een half jaar kunnen we dus ook misschien geconfronteerd worden dat er weer meer mensen in Nederland komen. Nou ja, dan is alle hens weer aan dek. Toen in Heumensoort de eerste mensen zich vestigden, was natuurlijk ook wat onrust van wijk Brakstein.
waren er wel wat mensen die ongerust waren. Volgens, als ik me goed herinner, de informatiebijeenkomst rondom het Belastingkantoor, ja, die was een stuk gematigd qua kritiek. Ja, ja, zeker. Kijk, dat gebeurde ook op het moment natuurlijk dat we in Nederland, ook in Nijmegen natuurlijk, ook al wel gewend waren, ja, dat grote groepen vluchtelingen in een noodopvang terecht moesten komen. En of je nou voor of tegen bent, er ontstond natuurlijk wel een zekere gewenning. Die 500, dat worden dus geen 500, maar maximaal 300 is de verwachting van het COA. En dan ook nog alleen maar voor een bepaalde periode. En we letten op, over anderhalf jaar gaan we daar sowieso andere mensen op een andere manier huisvesten. En tegen die achtergrond, in een bestaand gebouw, in een omgeving waar we ook allerlei voorzieningen bij de hand hebben, waren de reacties ook een stuk rustiger. Ja. Dat klopt. De opvang in Heumensoord was redelijk sober, is dat geloof ik toen getypeerd. Ja. Kunt u eens vertellen hoe het Belastingkantoor er nu van binnen uitziet, zeg maar? Nou, het zal niet luxueus zijn, maar het is natuurlijk een stenen gebouw, wat veel beter aan te passen is voor mensen die daar wat gedurende wat langere tijd moeten verblijven. En we hebben natuurlijk ook wel geleerd vanuit de Heumensoord, dat we in ieder geval zorgen dat er meer te doen is voor mensen. U weet, onze grootste kritiek, en dat hoorde je ook van vluchtelingen en mensen die vluchtelingen begeleiden, was van er is onvoldoende perspectief. Mensen kunnen wel van alle andere dingen doen, maar mensen willen ook iets doen waar ze iets aan hebben. Bijvoorbeeld een taalkursus gaan doen. En wat we hier nu willen gaan doen, is eigenlijk al dat er mensen komen die, als ze mogen blijven in Nederland, dan ook mogen blijven in de regio Nijmegen. Dus Nijmegen stad of een van de gemeenten eromheen. Dat is de afspraak die we nu met het COA hebben gemaakt. Zij kunnen nooit 100% garanderen dat het voor elke vluchteling geldt, voor de goede orde. Maar dat is in principe de afspraak die we hebben. En dat maakt het voor ons als gemeenten ook aantrekkelijk om te gaan investeren in die mensen. Omdat je weet, nou ja, die komen straks toch hier te wonen in Nijmegen of in de regio. En dan moeten we ze misschien ook wel helpen. Ja. Ofwel omdat ze geen werk hebben, of omdat ze met de taal iets moeten. En dan is het natuurlijk interessanter om zo vroeg mogelijk met die integratie te beginnen. De vraag die dan zich al snel opdringt is natuurlijk ook van hoe zit het met de woningen? Zijn er uiteindelijk woningen voor die mensen daar? Alle gemeenten in het land hebben een opdracht om woningen te organiseren. Dat gaat, vind ik, hartstikke ver. Nou, gewoon de omvang van je bevolking heb je woning te leveren. In Nijmegen loopt dat er dusver goed. We hebben woningen natuurlijk voor mensen die hier al wonen. Hè. Mensen die wonen, die hebben ook recht op een woning. Daar moet woning voor zijn. Maar het heeft er dus nog niet echt weten te knellen met woningen die we voor mensen met een status, zoals ze mooi heet, dus mensen die een vergunning krijgen om in Nederland te blijven, te huisvesten. We worden daarbij natuurlijk ook nu ook daarin geholpen door de afnemende vluchtelingenaantallen. Ja, vorig jaar, als je me die vraag een jaar geleden had gesteld, had ik gezegd, nou, als die vluchtelingenstroom zo was blijven in stand houden, dan kun je het 1-2 jaar goed opvangen, maar dat was wat moeilijk geworden. Ja, dat is nu wel anders. Het blijft een hele opgave, want we zijn echt verplicht om dat te doen. Hè. Mensen vragen wel eens, ja, waarom doe je dat nu? En mijn zoon of dochter, dat is allemaal waar, maar we staan samen aan de lat. Ik vind dat een rijk land als Nederland er genoeg plek is onder de herberg om dat op te lossen. Maar dat betekent dat Nijmegen ook haar deel moet leveren, net zoals andere gemeenten. Ja, toch is het vrij moeilijk te voorkomen dat je dat soort geluiden hoort van mensen die zeggen, mijn zoon of dochter die zoekt al zo lang naar een woning en deze groep mensen gaat voor. Hoe gaat u daarmee om? Ja, nou ja, voor is misschien ook niet het goede woord. Hè. Er is nu ook door de Tweede Kamer ruim meerderheid gezegd, ja, dat kan niet meer de orde zijn. Maar ik zeg aan de andere kant, je moet ook eerlijk zijn. Het gaat er niet zozeer om de mensen voorrang hebben, maar we zijn wel verplicht om huisvesting te regelen voor mensen die een vergunning krijgen om in Nederland te blijven. Dus we zullen bijvoorbeeld extra woningen of tijdelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een belastingkantoor, wel moeten gaan maken. En ik begrijp heel erg goed dat als je zelf al heel lang op een woning zit te wachten, tot je denkt, wanneer gaat dat dan een stuk sneller? Dus de opgave die we moeten hebben is, denk ik, niet door te zeggen, oh, die mensen, die vluchtelingen worden nu maar als tweede rangs behandeld en die krijgen geen voorrang en we stoppen ze naar achter. Nee, de opgave zijn om voor iedereen natuurlijk die doorstroming naar woning, als het even kan, mogelijk te maken. Tot slot, zit daar een eindtermijn aan, de huisvesting in het Belastingkantoor? Ja, zoals gezegd, we hebben de afspraak, die ligt ook zwaar op wit, wat tot 2 jaar lang dus mensen met een status houden, vluchtelingen, mensen die nog wachten op een vergunning kunnen komen. Daar is het nu een half jaar ongeveer voorbij. Dus
Nog anderhalf jaar zullen we die situatie hebben met die 300 maximaal. Ja, dan zal het omgezet worden, althans het is nu het plan, zo staat het vast, in bijvoorbeeld huisvesting voor anderen. Dat kunnen mensen met een statusvergunning, studenten, u noem maar op. Dat kunnen dus hele diverse groepen worden. Ja, precies. Goed, iets anders. Toen was plotseling de koningin even in de stad, vorige week. Was dat ook voor u een verrassing? Nee, dat was niet op zich een verrassing. Dat wordt allemaal keurig gemeld. Het is wel goed om te zeggen, dit was een, ja, het Koninklijk Huis noemt dat een werkbezoek. Hè. Dan komt de koning of de koningin of iemand anders van het Koninklijk Huis, komt echt praten met mensen die bij een bepaald project zijn begonnen. In dit geval dat mooie project van de windmolens in Nijmegen Noord. En dat wordt dus ook niet van tevoren aangekondigd. Dat wordt eigenlijk pas bekendgemaakt op het moment dat in dit geval koningin Maxima er ook is. En dat doen ze wel vaker. Ja. Koning Willem-Alexander is een paar maanden geleden ook zo op bezoek geweest. En nou, ik vind het een hele mooie manier voor om zodat ze toch kennis kunnen nemen van dingen die in het land spelen. Zij zitten natuurlijk in een positie dat, ja, als zij dat van tevoren aankondigen, dan snapt u alles aan alle paparazzi, met alle respect, allerlei mensen eromheen. En ze willen echt dit gebruiken als een bezoek om te leren en te horen hoe het met een bepaald iets of project gaat. In dit geval de windmolens. Ja, ze kwam met de groene trein, althans. Die reist raast door Nijmegen heen op dit moment. Het is nogal groen wat de klok slaat op dit moment, hè? Alles in de aanloop naar de Green Capital 2018. Ja, duurzaamheid en het werken en de duurzame toekomst, dat zit bij wijze van spreken in de genen van de Nijmegenaren. Dat hebben we denk ik ook heel goed in Europa naar voren gebracht. En daarom mogen we die groene hoofdstad in 2018 zijn. Ja. En een heleboel initiatieven hebben daaraan bijgedragen. En het windmolenpark, dat is echt een geweldig initiatief. De belangrijkste reden, denk ik, ik weet het niet, ik heb er niet persoonlijk over kunnen spreken, waarom de koningin is gekomen, zit er waarschijnlijk erin dat in tegenstelling tot een heleboel andere plaatsen in het land, hier een duidelijke steun van de bevolking is geweest. Niet alleen doordat er goed is gesproken met mensen die er wonen, want die hebben natuurlijk ook in het begin gedacht, nou, zo'n windmolen voor mijn deur moet ik dat hebben. Maar het is natuurlijk ook mogelijk geworden door de financiële participatie, echt een aandeelhoudersmodel van vele honderden duizenden mensen. En dat is wel uniek aan dit project. Ik denk dat dat ook de belangrijkste verklaring is waarom dit zo snel van de grond is gekomen. Als wij als overheid dat alleen hadden moeten doen, ik voorspel u, dat hadden we niet zo snel voor elkaar gekregen. En omdat het nu een bewonersinitiatief is voor elkaar gekomen. En dat heeft ook in Europa heel veel indruk gemaakt. Ja. En ook bij onze koningin. Over Europa gesproken. Regionale samenwerking, zelfs over de grens. Dat wordt ook steeds belangrijker. Dat merkt u ook. Ja, niet tegenstaande de nationalistische tendensen her en der in de wereld, ook in Europa, moet je gewoon constateren dat we in een wereld waar we door de digitale verbinding elkaar overal kunnen zien en spreken, je ook merkt dat het gewoon steeds makkelijker wordt, ondanks die grenzen, om elkaar te vinden. We gaan nu heel concreet met steden als Düsseldorf, Duisburg en Meurs, samen met Ede, Arnhem en wij zelf, met z'n zessen dus, hebben we ook gezegd, nou, als steden hebben we vaak toch wat gemeenschappelijke problemen dan alleen het hele gebied heeft. Denk aan het thema van vluchtelingen, denk aan bepaalde economische opgaven, denk aan hoe je steden soms moet opknappen. Ja. Nou, daar gaan we de samenwerking op verstevigen. Oké, die thema's die liggen voor de hand, dat zegt u ook. Om dat nou echt concreet te maken, hoe kunnen nou gemeentes, overheden daar ook echt iets ondernemen? Waar denkt u dan concreet aan? Nou ja, kijk, economisch ligt natuurlijk zeer veel voor de hand van het gebied van, noem eens energie. We hadden het net al over duurzaamheid. Je kunt samen een krachtige vuist maken. Je kunt ook leren van onze kant uit hoe aan de Duitse zijde daar bepaalde dingen worden opgepakt. De Duitsers hebben toch wel een goede naam opgebouwd om bijvoorbeeld rondom thema's als duurzame energie wat snelheid te maken. Misschien meer snelheid dan in ons land, als ik me die opmerking mag permitteren. Dus kun je oppakken. En we kunnen daarmee ook richting Europa, waar hele interessante subsidiepotten gereed staan, sneller opereren. Kijk, als ik als Nijmegen alleen een verzoek indien, is de eerste vraag van Europa, ja, maar wie zijn dan je partners? Het maakt natuurlijk toch meer indruk als je dan ook je Duitse partners van begin af aan erbij hebt. En voor hen geldt precies hetzelfde. We maken bovendien het gebied groter. Dat is in een wereld als deze toch wel van belang. Nijmegen is een mooie en krachtige stad. Nijmegen en Arnhem zijn samen een mooie en krachtige regio. Maar als we daar ook nog van die geweldenaars zoals Düsseldorf, echt een booming stad, al jarenlang in Duitsland, bij willen betrekken. Ja, u snapt wel, we worden regio nummer 1 van Europa. Het kan er niet buiten blijven. Ja,
Nee, vanzelfsprekend. Ik dacht nog even aan die Economic Board terug van een tijdje geleden. Ja. Dat is alweer zo'n samenwerkingsverband. Nu hebben we er weer eentje bij. Alles zit in verschillende fasen. Kijk, de Economic Board richt zich natuurlijk heel sterk op het gebied Arnhem-Nijmegen. Ja. We hebben hier natuurlijk al een traditie van wel 25 jaar samenwerking en dat bouwen je op. De samenwerking met onze Duitse vrienden bestaat ook langer, maar is lichter. En dat heeft alles met verschil in grenzen, in sociale zekerheid, belastingen te maken. Dat is gewoon lastiger. Ja. Dus wat we eigenlijk hebben gezegd, die steden, dat zijn er niet zoveel, het zijn er maar 6. Het zijn wel bij elkaar opgeteld, is er een behoorlijke massa qua inwoners, qua bedrijven, quorum, qua power, vergeet de kennisinstellingen niet. Dus ik zie dat in een volgende fase. Wellicht zal die Economic Board in de toekomst ook een Duits-Nederlandse Economic Board gaan worden. Wat wel van belang is, dat u zich geen zorgen moet maken dat we allemaal aan hetzelfde touw trekken. Dus wat we niet moeten krijgen, en dat gaat ook niet gebeuren, is dat die Economic Board andere prioriteiten heeft dan bijvoorbeeld zo'n samenwerking met die Duitse steden. Je moet natuurlijk wel jezelfde speerpunten houden en die moeten we ook langjarig vasthouden. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe we dat allemaal organiseren, verschillende groepjes, daar moet eigenlijk niemand zich druk over willen maken. Dat is mijn probleem, om dat goed bij elkaar te krijgen samen met de wethouders. En dat gaat ook wel lukken. Nou, tot slot. Carnaval staat voor de deur. Limburger als u bent, alweer klaarhangen. Ja, ik heb altijd met een knipoog naar de oude ambtskostuums van de burgemeester heb ik dat pak aan. U zult er misschien nog wel een plaatje ergens van kunnen vertonen. Dus dat heb ik aan. Voor mij is het ook gewoon een heel leuk werk. Maar tussendoor gaan we ook nog wel ervan genieten, hoor. Ja. Het is u gegund. Een mooie carnaval. Bedankt. Ja, tot de volgende keer. Ja, dankjewel.